Hallo allemaal, Kasimus Quickfingers hier en welkom bij de nieuwe aflevering van Doen of Niet Doen, een player review serie op FIFA LD. En vandaag hebben we de informman genaamd Johnson van Jamaica en hij speelt bij Sheffield Wednesday. Hij scoorde geloof ik een hat-trick en daardoor is hij in vorm gekomen. 300.000 heb ik ervoor betaald, de bronzen spits. Het team waar ik me in heb gebruikt is eigenlijk een standaard 4-5-1 team. Ja, we hebben een aantal standaard spelers zoals Cook, Taylor, centrale verdedigers, keeper ook ja, een beetje standaard eigenlijk. Dus ik laat hem eigenlijk niet zien. Dan gaan we direct door naar de clips. Johnson is in ieder geval een snelle speler. En dat is in ieder geval een van zijn voordelen. 88 sprint speed en 86 acceleration. Voor de rest is hij nog enigszins sterk met zijn 68 strength. Voor de rest agility en reactions zijn 71 of 74. Dus dat is in principe ook prima voor een aanvaller. Voor de rest is zijn schotkracht wel enorm lekker. 93 schotkracht. Voor de rest een prima dribbelen ook aan de bal. Ongeveer heeft 80 dribbling, 68 balcontrole, waardoor zijn eerste aanname goed is. En eigenlijk ook gewoon de rest eromheen, ook wat betreft het spelers van de bal afhouden en ja, verder komen. Voor de rest, passen kan hij in principe wel prima. Het is niks bijzonders, het is geen wereldpaas zoals Pirlo of Xavi. Maar het is eigenlijk meer gewoon een aanvaller die gewoon de bal opzij kan passen en een 1-2'tje kan opstarten en vol naar voren kan rennen. Voor de rest zit hij 84 longshots, dus dat zit in ieder geval ook wel goed mocht je hem bijvoorbeeld als aanvallende middenvelder gebruiken. Wat denk ik een betere positie voor hem was, want ik heb hem 4-5-1 gebruikt en ik heb hem ook wel eens in de aanvallende middenvelder positie gebruikt. Bijvoorbeeld in de tweede helft, en dan kan je wat meer van afstand knallen eigenlijk. Voor de rest heeft hij nog een prima finishing van 69, 69 keer of 67 free kicks. Dus je kan er in principe wel vrije trappen mee nemen, niet te ver. En ook niet te veel ja, curve eraan, want dan gaan ze gewoon niet erin en gaan ze ook gewoon finaal over. Hij heeft nog 4 sterren weak foot, 3 sterren skill moves. Altijd handig om wat skill moves te hebben. En weak foot ook om naar zijn linkerbeen te kunnen schieten. Attacking work rate is medium, defensive work rate is low. Dus dat is in principe prima voor een spits. Ik had liever gehad high-low, want dat werkt gewoon het best. Dan is hij gewoon continu voorin te vinden en overal looplijnen te maken. En dat viel bij Johnson eigenlijk best wel tegen. 69 voor, of 68 volleys heeft hij. Dus hij kan ook nog wel eens een keer een omhaaltje erin schieten. Of een volley erin schieten. Jammer van zijn aanvallende positioning is 63. Het lijkt alsof het heel laag is. Maar dat komt ook door zijn medium work rate. Doet hij gewoon minder. Nog een heel groot voordeel aan hem is dat hij spits is geworden. Want zijn oude kaart was links mid. En nu is hij spits geworden. Dus ja, vandaar dat hij denk ik ook gewoon 300.000 is. Nadelen heeft hij ook een aantal, eigenlijk gewoon standaard elke spits een beetje heeft. Hij kan niet mee verdedigen. Hij kan helaas zijn man continu lopen door zijn low defensive work rate. Hij kan niks onderscheppen. Het is in principe ja, over het algemeen wel een leuke speler om te gebruiken, dat zeker. Dan zijn we eigenlijk aangekomen bij het gedeelte van doen of niet doen. Jermaine Johnson, cijfer tussen de 1 en 10. Zou ik hem denk ik een 7 geven. Het is geen geweldige speler, maar het is in principe een prima speler om een bronzen toernooi te gebruiken, want dat is namelijk best leuk om te doen in plaats van echt direct in de goud te gaan. Doen of niet doen? Niet doen. 300.000 coins kost je ongeveer. En voor dat geld kan je betere spelers kopen, maar ja, dat heb je eigenlijk met elke review, kan ik dat wel zeggen. Maar in principe, 300.000, dat is gewoon te veel voor zijn kwaliteiten. Als hij rond de 100.000 had gezeten, dan had ik zeker gezegd van dat het een leuke speler is om op te pikken. Ook heb je nu het geld en je wilt hem graag gebruiken, probeer hem uit. Het is best een leuke speler. Maar ja, of het die 300k echt waard is en dat je waar voor je geld hebt, dat zeker niet. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gevonden. Vergeet geen groene duimpjes omhoog achter te laten. Dus te subscriben op FIFA NLD en te subscriben op mij. En tot de volgende week.